never seen anything so good. How do you do? Ik sta hier bij de molen, Molen de Hoop. En Gerard Pigge heeft gisteren de derde prijs opgehaald. Hij had misschien stiekem toch wel op iets meer gerekend. Hoe is dat gegaan gisteren? Je zit daar dan, met z'n vieren in spanning. En dan gaat er eerst de vierde prijs gaat eraf. Ik denk, dat is weg. Toen dacht ik bij mezelf, nou nog een paar, dan zit ik wel vooraan. Maar ja, toen was ik als tweede, kwam ik er dan als derde prijs uit. Maar die eerste plaats, die had toch ook wel heel veel stemmen. Er was iets bijzonders met die molen, hè? Ja, nou ja, kijk, die molen die is voor 2 jaar terug afgebrand. En die zijn ongelooflijk druk om die molen weer in de benen te krijgen. Met heel veel vrijwilligers, moet ik zeggen. Ze hebben het hout allemaal afgekrapt, de verbrande stukken eruit gekrapt. En dan zeg ik van ja, dat netwerk was ook heel groot. Ja. Dat netwerk, dat is ongelooflijk groot daar. Ja, en de gunfactor was dus gewoon ook heel groot. Maar jullie mogen heel blij zijn met 6.500 euro. Ja. Maar ik heb wel begrepen dat er nu toch nog wel wat sponsoren gezocht moeten worden. Ja, wij zwaaien met de prijs. En we laten zien wat we wel gewonnen hebben. En daar moet heel wat bij. En dat moet er in de tijd bij zijn. En bij komen. Tenminste, zo kunnen wij het niet anders zien. We dachten een beetje konden rusten in de nabije toekomst. Maar die rust is er dus niet. Wij gaan daar absoluut mee verder. Want die molen, de schuur, die zal er komen.